Yo mensen, Vlaar Fries for Life. Mijn naam is Gorn. En ik ben Sven. En vandaag gaan we weer heerlijk stoken. Ik heb wat op mijn rug. En dat is niet omdat ik naar school toe ga. Nee. We gaan lekker vuurwerk afsteken. Want jullie vroegen er steeds om of wij overdag vuurwerk wouden afsteken. Nou, bij deze. We hebben een mooie, prachtige locatie waar we niemand tot last zijn. Dus we gaan hier zo gewoon lekker stoken. Lekker veel mat ook. Ja, matjes, dingetjes, weet ik wat. Ik vind dat we ook wel eventjes een mega mat mogen afsteken. Dus dat gaan we ook eventjes doen. Het wordt een leuke video. Let's go, Dio. Yo. Tadam, tadam. Tadam, 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 tadam. Vergelijk deze met de Zena Smoke. Zo. Ja, de Zena Smoke is wel even een stukje beter. Ja. Maar ik vind het wel een mooie vergelijking inderdaad. Dit is een rode kleur. Welke kleur is die andere? Zwart. Ook zwart. Of ook zwart. Deze rood. Kijk hoe mooi dit is. Hier kan je ook allemaal gekke slow motion beelden van maken. Kijk, let op. Dat ziet er leuk uit. Ik zeg nu die zwarte. Sven heeft een hele mooie Zena Smoke. Dit is die zwarte, deze smoke aan twee kanten. Niet in de hand. Deze moet je niet in de hand houden inderdaad. Nee, dat zou ik niet doen. Waar zullen we hem neerleggen? Nou, daar. Zijn jullie er allemaal klaar voor? Nou, ik wel. Oh, op een blaadje. Even wachten totdat hij aan de andere kant komt. Waar ben je? Zo, jongens. Oh, kijk dit. Niet er doorheen, want ik had dat witte shirt aan en ik was rood vorige keer. Van die andere. Kijk, zo mooi. Dit is echt zwart, mijn jong. Dit is echt alsof iets in de poep is geweest. Nou, dit lijkt net over 40 jerrycans. Zo. Dit ziet er wel echt heel dik uit. Het stinkt niet. Het ruikt lekker. Ja, het ruikt best wel goed. Vanille smaak is even toegevoegd. Ja, man. Er zit echt een vanille geurtje aan of zo. Nou, nu gaan we echt knallen. Ik heb er zin in, jongen. Oh, wat heb jij nou? Wat heb jij? Ik heb 2 screams. Dit is ja, echt geweldig. Dit zijn echt fucking mooie screams. We beginnen even met een beetje een zachte knaller. Nou, zacht. Je kent ze. Heel klein, maar echt loeihard. Klein maar fijn. Wat voor beam eraf komt. Beam! Het lijkt alsof hij uit is, maar... Zo! Ja, schrok. Ja. Maar we gaan nu eventjes de screams, want dat vind ik wel een mooie vergelijkenis. De Scream 3S versus de Scream 5S. Die 5S geeft gekke shit. Die geeft echt, maar je ziet ook wel echt een verschilletje. Kom, we gaan hem daar eens neerleggen. Kijk dit. Klein kratertje. Ja, we gaan ook even kraters maken. Dat is lang geleden. Dat is inderdaad echt lang geleden. Kijk. De prachtige Scream. Here we go. Leuk, leuk, leuk. En dan deze prachtige Scream. Zo, de grond is echt keihard. Is dit mooi of is dit mooi, jongens? Lekker stoken. Yeah. Let op de show, hè. Zo. Hij deed nog beter dan die pompoen. Zo, zag die fluit eruit komen. Dat is zo hoog gewoon. Zo. Wat een fontein. Die vind ik echt heel mooi. Koen stok jij eens even. Koen heeft een handje gepakt. Hij was al helemaal aan het kwispelen. Een crazy robot. Zo. Een Call Absolute extra loud. Extra loud. Wow. En dan nog een crazy robot. Beginnen we met een crazy. Ik heb gezegd, we beginnen met een crazy. Oh, die gaat snel! Zo! Oh, dit is weer hard. Heb jij rood gezien? Nee. Ik ging rennen als een malle, joh, gek. Hé, hey, gooi daar eens even zo'n kolensluutje in. In die bosjes. Van hier zo, daar ook. Ja? Ja. Ja. Hoi! Nee, doe een crazy, bedoel ik. Kolensluut is mooi als je hem rechtop zet met een mooie vlam. Precies. Ik gooi hem daarin. Ja. Komt er! Ah, oh, die zie je niet.
Ik heb mijn nek ook half verrekt. Kom even bij het kratertje. Ja. Oh? Oh? Tijd voor een ander kratertje? Ik zeg tijd voor een ander kratertje. Hoi. Zo, ik ben doof. Kijk dan. Scheelt niet veel eigenlijk. Wat knal. Nee. Nou, niet heel veel. Maar die is wel harder. Ik zeg het is tijd voor een matje. Ja, lachen. Groen, groen. Ja. Ik heb weer wat spullen. Oh, die zenazooi. Wacht, we gaan het even vergelijken. Ik heb hier ook zo'n zenavlinder. En hier ook een polsen. Eerst de polsen. De polsen harde. En een zena. En een zena. Zena is ietsjes dichter. Zo, klinkt goed. Veilig. Je hoeft niet meer naar Polen, vriend. Zo, die zijn bijna even hard. Nou, die zijn even hard. Hier, lekker dichtbij. Goed voor de oortjes, hè? Je kan ze niet lekker gooien. Nee, lastig gooien. Dit is een scream zonder lomp, dus heel ver weg. Die hoef ik niet. Ik word steeds dichterbij bij jou. Ik zeg... tijd voor een matje, nu wel. Het is kerst, de slingers worden uitgehangen. Hij gaat wel vallen. Ja, hij gaat wel vallen. Zo. Zo. Gooi jij er eens heel gewoon een cake achterna? Hey, dat is leuk, lachen. Cake. Eetjes jongens waar ik heb. Heb je nou gewoon een cake? Ik heb gewoon een cake. Een Thunder King cake. Een Thunder King cake. Hoeveel schots? 25, 30 seconden langs. Kom. Zet hem wel stabiel, vriend. Nee, dat gaat fout. Kijk boven je. Is wel lachen. Ja, doe maar. Ja? Komt er! Oh, dat kan je niet maken. Maximaal onvermogelijk. Hoi! Hij ging een beetje scheef door de blaadjes. Maar doe jij er eens ook nog even een fluit achteraan? Dat is toch niet normaal, zo, jongens? Hij schiet er recht doorheen, hè? Zo, en een paar lekker op de grond klinkt echt goed. Dat is toch mooi? Hey, die hoeft niet zo ver. Oh, als hij omvalt. Zo. Die blaadjes vallen er ook steeds vanaf. Jij hebt nog een handgranaat, of niet? Oh, pas op hoor. Dit is gevaarlijk. Kijk, dit is een handgranaatje. Super klein dingetje. Gewoon lachen om af te steken. Ik ben benieuwd wat het doet. Waarschijnlijk is het gewoon een heel klein dingetje. Het gaat niet harder dan een strijker. Nee, het ziet er nou uit dat half flash erop zit. Oh, er zit vol flash. Het ziet er grappig uit. Geeft het me toch een knal? Mooi, grappig. Ik denk, we gaan even de spulletjes opruimen. En dan zeg ik... Mensen, bedankt voor het kijken. Nee. Nee, we gaan verder, vriend. Een mat. Weet je wat we doen? We gaan gewoon een mat afsteken. Let's go, we gaan eventjes een mat afsteken, want dat is gewoon lachen. Nou jongens, wat heb je in je handschoen? Een mooie rol. Een mooie rookbom. Een rookbom. Wij zeggen altijd, ik kom te snel weg. Maar we kregen wel eens comments. Dit is ons veld. Ja, nou, dit is echt niet, maar dit is ons veld. Ja, moet je kijken. Kun je nagaan hoe ver wij van tevoren opnemen, jongens. Ja, echt hè. Maar dit is... Wat zit je snor mooi. Dank je. Heb ik een snor? Nee, maar even zonder gekkigheid. Dit is wel een deel van ons bos. Want als je dus zeg maar verder rechtdoor gaat, dan kom je bij het bos terecht. Maar dit wordt dus doorgetrokken naar ons mooie veld. Maar ik kom er snel weg, jongens. Ik heb hier ook een prachtig...
heftige 60 mm knallen. Vrachtwagen! Ja. Zo, dus vrachtwagen. Maar ik heb hier een prachtige rollen. Echt een ziek ding, echt een ziek ding. Een hindoe. Een hindoe. Dit zijn de nieuwe. Deze komen van België. Zena. Het is dat nieuwe spul. Dus zeg maar, vroeger had je zeg maar zo'n mat. En die moest je dan uit elkaar halen. En dan kreeg je met toch een tyfus bende. Of zeg maar, dat het zeg maar helemaal uit elkaar viel. En dan dat er losse dingetjes ja, uitkomen. Precies. Dat zocht ik, dat woord. Maar nu is het gewoon een kwestie van naar het goede zoeken. Kijk. Ik kom dan uit dat hier gewoon netjes het lontje zit. En die wil ik hebben. Ja, kijk. Kijk, dit is het begin. We hebben hier het begin. Ik rol hem waar uit. Ja, gewoon lekker zo aan de zijkant van die plas, denk ik. Ja, dat is een hele mooie. Hop. Dit is mooi om te doen, of niet? De fles valt er al uit. Ik zeg, dit moet ook nog een grotere. We willen wel een kleine eindbom. Ja? Ja, kleintje. Oh, dat is ook leuk. Dat is een klein eindbommetje. Heel klein eindbommetje. Ja, dat is mooi. Zo, prima. Doen we hem zo. Ja. Eindbommetje. Zo lang, hè? Moet je nagaan, die 100.000. En die, maar die is breder ook weer, hè? Kijk, wat een mat. Ik zeg fik erin, Sven. Sven, ik sta in de blubber en op drijfzand. Ik zou daar bovenop staan, kijk of dat makkelijker is. Ja, wacht even. Ik zeg, de lont is lang genoeg. Kom erbij staan. Kijk hoe mooi. Dat is echt mooi. Goedemiddags. Ik was even vergeten hoe hard ze ook weer gingen. Zo! Gaan hard, hè, die dingen. En lang wel op zich. Zo. Kina, gaan die 100.000 klappen. Hoeveel was dit eigenlijk? Ik weet het niet eens. Het zijn we slecht. We hebben niet eens gekeken hoeveel klappen dit is. Nee. Zo. Dus dit was echt even lekker stoken. Dit wouden jullie heel erg graag. Ik zeg gewoon bij de 10.000 likes. Nee, doen we lekker 5. Bij de 5.000 likes, gewoon weer lekker makkelijk, een beetje easy te halen. Gaan we gewoon weer stoken en dan doen we gewoon weer een matje. Gaan we weer lekker stoken. Laat eventjes weten wat jullie precies willen zien. Dan doen we ook een wat grotere kleur rookbom. Dus dan maken we er gewoon weer wat leuks van. 5.000 likes wordt het helemaal geniaal. Mensen, bedankt voor het kijken. Later!